Mijn naam is Isabel Dix, ik ben Kamerlid voor GroenLinks en ik ben ambassadeur voor SDG 5 en 12. Wat SDG 12 betreft heb ik al aandacht gevraagd en dat zal ik ook blijven doen voor de misstanden die er bijvoorbeeld zijn in onze internationale handel. Er zitten heel veel beleidsinconsequenties in. Zo steunen de Nederlandse ambassades bijvoorbeeld bedrijven die meewerken aan de vernietiging van het regenwoud en het vernietigen van leefomgevingen voor inheemse volken. Ik heb dus, en ik zal ook aan minister Blok blijven vragen, laat de ambassades stoppen met steun aan bedrijven die daaraan bijdragen. Aan minister Kaag ga ik vragen of zij een voortrekkersrol wil nemen als het gaat om het nieuwe bindende VN-verdrag voor transnationale ondernemingen en mensenrechten. Daar zou nou juist Nederland met zijn grote reputatie op het mensenrechtengebied een grote rol kunnen spelen.